Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik lijk een beetje kaal, ik weet het. Maar ik kom net onder de douche vandaan en mijn haar was nat. En ik heb het even in een strakke staart gedaan, zodat het gewoon een soort van stijl opdroogt. Dus vandaar dat ik er een beetje kaal uitzie. Het is vandaag dinsdag, geen maandag. Dat komt omdat gisteren had ik gewoon echt een super gezellige dag met Miel. Was ik eigenlijk een beetje vergeten te filmen. Overdag hebben we gewoon lekker hier thuis gezeten. In de avond hebben we lekker sushi gegeten. Was echt heel erg lekker. En allemaal leuke films gekeken. Dus dat was heel erg leuk. Ik heb net even mijn make-up gedaan. Dus dat zal ik nu laten zien. Vergeten een intro te filmen voordat ik mijn make-up ging doen. Dus ik dacht, ik doe het nu maar eventjes. Maar dat is dus wat ik nu op mijn gezicht heb. Niet zo heel erg veel. Ik heb dit shirtje aan van Gigi Louise en gewoon een wit shortje van de Zara. Miel is net weg, die heeft rijles. En wat we vandaag gaan doen, of we vandaag überhaupt samen iets gaan doen, dat weet ik niet eigenlijk. Dus ja, ik heb eigenlijk ook niet heel erg veel te vertellen. Ik had wel in mijn vorige weekvlog heb ik al super veel leuke en lieve reacties. Ook over meisjes die hun favoriete waterproefmascara achter hebben gelaten. Dus daar ben ik echt super blij mee. Dus dan ga ik gewoon even op zoek welke mij het beste lijkt. Want dat had ik gevraagd in mijn vorige video. Dat was mijn laptop. Ik hoop dat deze weekvlog een beetje leuk gaat worden. Dat hoop ik echt oprecht. Maar ik ga zoveel mogelijk mijn best doen. Mensen gaven ook suggesties aan van laat zien wat je op een dag eet. Maar bij mij is het echt elke dag verschillend. Echt oprecht elke dag verschillend. Tijdstippen zijn ook altijd verschillend. Bijvoorbeeld het is nu 12:50 en ik heb nog niks gegeten. Best wel slecht, maar oké. Dus ja, dat is het eigenlijk. Ik lik echt een kale vent. Oh, trouwens. Mijn haarkleur, ja ja. Ik ga jullie even zo neerzetten, want ik krijg een lamme arm. Mijn haar had ik dus... Waarschuwing. Advanced MAC Cleaner heeft problemen gedetecteerd. Zo, ja, oké. Ik had natuurlijk mijn haar met die mousse gedaan. En het was echt pik zwart, zoals je in de vorige week vlog kon zien. En ik vond het echt niet mooi. Dus zaterdagavond zelf nog heb ik mijn haar 2 keer gewassen. Was het ietsjes minder, maar nog steeds niet echt heel veel minder. Zondag heb ik het nog een keer gewassen. Ik heb het gisteren gewassen. En vandaag alleen nat gemaakt. Nu heb ik het niet gewassen. En de kleur is er soort van uit. Er zit nog een beetje een paarse gloed over mijn haar heen. Wat ik wel een beetje apart vind. Want er stond dat 1 tot 3 wassingen zou het eruit moeten zijn. Dat is dus niet zo. Zeg maar hieronder in mijn staart zie je het wel. Heb ik bijna gewoon mijn eigen kleur terug. Je ziet nog wel een beetje paarse gloed en zo. Alleen hierbovenop. Ja, ik zal het vanavond wel laten zien als het is opgedroogd. Maar zie je nog wel een beetje een paarse baas en zo. Dus ik hoop dat het snel weggaat en dat het echt weggaat. Anders wordt dat een leuk bezoekje aan de kapper. Maar daar gaan we niet van uit. Dus ja. Ik ga nu gewoon even lekker filmpjes kijken. Filmpjes kijken die Miel normaal niet wil kijken. Dus ja, dan heb ik daar nu lekker de tijd voor. Ik was deze video aan het kijken. Oh, die staat nog open. Ho, ho, ho. Allemaal. Dat is zo irritant. Ik moet het echt gaan uitzetten. Want als ik reactie krijg onder mijn video, krijg ik het hier zo in beeld. Komt het dan te staan. En dat is echt super irritant. Dat moet ik echt gaan uitzetten. Want nu moet ik dus alles 1 voor 1 weg gaan klikken. Maar oké, ik ben echt weer onzin aan het brabbelen. Ik ga de camera uitzetten. Oké, het is echt alweer veel later. Miel was hier heel de dag. Hij is nu weer naar huis toe.
En ik wilde nog even mijn haar laten zien. Ik ga straks douchen. Ik weet niet of je het nu goed ziet. Ik denk het niet. Ik heb echt een zweetkop. Het is zo warm buiten, jongens. Oh my god. Maar ik ga het proberen te laten zien. Even in het licht staan. Dan zie je misschien af. Beter. Maar voor mijn gevoel is mijn haar dus nog best wel paars. Waarom zie je het in de camera niet? Nee, maar voor mijn gevoel is het gewoon nog niet echt helemaal mijn eigen... Oh, je ziet hier wel een beetje. Is nog niet echt helemaal mijn eigen kleur. Dus daar baal ik wel een beetje van, eerlijk gezegd. Maar ik ga gewoon straks nog even een keertje douchen en mijn haar wassen. En daarna wil ik echt mijn haar niet meer wassen. Want ik heb het nu... Even kijken, zaterdag 2 keer. Zondag, maandag. Dan heb ik het nu 5 keer gewassen. In 4 dagen. En normaal was ik het 1 keer in de week. Dus echt zo slecht voor mijn haar. Maar ik wil gewoon die paarse kleur genoeg eruit hebben. Morgen gaat Miel afrijden voor zijn autopraktijk. Dus ik hoop echt dat hij het haalt. Echt heel erg. Want hij kan gewoon echt super goed rijden. Dus ik hoop gewoon echt dat hij het gelijk in 1 keer haalt. En dat hij niet zo'n vervelende examinator heeft die echt op alles zeikt en zo. Dus ik hoop dat het hem gegund is. En ja, ik krijg ook een beetje krulletjes hier met mijn haar, omdat ik het zo warm heb. Maar ik ga nog even, ik heb net patatjes gebakken, zoals je kan zien daar. Die pop. Ik ben zo benieuwd wanneer we naar Ibiza gaan, want we zouden een mailtje krijgen. We hadden vandaag een mailtje gekregen met een datum die eventueel zou kunnen. Alleen Janie is dan jarig en die wil dan gewoon graag thuis zijn, wat ik ook snap. Het was 12, 13, 14 oktober. En Janie is 14 oktober jarig. Dus we hadden gezegd dat die niet helemaal uitkwam, zeg maar, voor ons. Want ze vroeg gewoon of wij konden dan ja of nee. Dus ze vroegen dan wanneer we dan wel konden. Dus we hadden eigenlijk gewoon... Daarna is het herfstvakantie. Dus zeiden ja, in principe kunnen wij heel de herfstvakantie. Dus ja. Hoi allemaal, het is vandaag woensdag en ik moet even snel praten, want de camera is bijna leeg. Miel heeft net zijn autopraktijk gehaald. Echt super knap van hem dat hij gewoon in 1 keer heeft gehaald. Ik ben echt de slechtste vriendin ooit. Ik zou daar vanmorgen heen gaan naar het CBR. Ik mijn wekker om 8 uur gezet, douchen. Was ik nog even op bed gaan liggen, even op mijn telefoon. Was ik in slaap gevallen, word ik wakker gebeld. Ja, ik ben geslaagd. Oh shit, maar ik wilde daar zijn. Maar goed, ik ga er nu alsnog naartoe, naar Miel. Het is nu 11 uur of zo. Ik heb dit shirtje aan van de Zara. En ik zal even het kaartje pakken. Want daar staat zo'n nummertje op. En dan... als je dit shirtje nou ook wilt. Ik weet niet of ze hem nog hebben. Want ik heb hem in de sale gekocht. Maar als je dan... Even kijken welk nummertje dat ook weer is. Als je dit nummertje... Moet die wel even scherp stellen. Hallo. Ik weet niet of je het goed kan zien. Ja, ik zal het nummertje wel even in de beschrijving zetten. Maar als je dat nummertje intypt bij Zara bij zoeken, dan krijg je dat shirtje meestal, als ze hem nog hebben natuurlijk. En ik heb dit spijkerrokje aan, ook van de Zara met mijn Gucci riempje. Ik weet nooit of blauw helemaal kan, maar ik vind dit wel kunnen op zich. En het is super warm buiten en al mijn leuke dingetjes wil ik bewaren voor vakantie, aangezien ik zelf komende week moet wassen. Dus ja, ik ga even mijn spullen pakken. Vandaag spullen pakken. Gewoon even mijn pasje en zo. En dan ga ik naar mijn wiel toe. Dus ja, top. Ik krijg trouwens echt heel vaak de vraag waar mijn oorbelletjes vandaan komen. Mijn oorbelletjes komen van mijn jewelry. En ik ben 18 jaar. Die vraag krijg ik ook echt ontzettend vaak. Maar ik ben 18 jaar. Oké, ben ik weer. Het aantal uurtjes. Oh nee, hè. Oh nee. Oh. Ik loop echt als een heel klein kind, maar er zit een haaltje aan mijn naam en die bleef aan mijn shirt. En dan krijg je zo'n lelijk haaltje in je shirt. Maar volgens mij heb ik hem eruit getrokken, dat haaltje. Beter voor het leven van wel, maar goed. Het is nu 16:45 en ik ben thuis. Miel moest werken, dus ik was lekker naar huis gegaan. Ik ga zo meteen, denk ik, pasta carbonara eten. Daar heb ik zoveel trek in, dus ik denk dat ik dat ga maken zo meteen. En ik weet niet of ik vanavond nog met Miel ga afspreken. Of dat hij hierheen komt of dat ik daarheen ga. Ik heb geen idee wat zijn plannen zijn. Janie en ik hadden een mailtje gekregen. Natuurlijk voor Ibiza. Voor of wij dat ene weekend konden. Volgens mij heb ik dat in mijn vorige vlog. Of gisteren verteld.
Oké, volgens mij heb ik het gisteren verteld. Maar in ieder geval, of het weekend 12, 13, 14 oktober konden. Dan is Janie jarig, dus konden we niet. Dus nu gaan we, als het goed is, 15, 16, 17 oktober. Dus maandag, dinsdag, woensdag van de herfstvakantie. Of althans, zij gaven zeg maar die optie en wij kunnen dan. Dus we moeten zo snel mogelijk onze gegevens aan hem geven. En dan kunnen zij boeken. Dus het is nu 16:45 en Janie is nu op vakantie. Dus die is om 18:00 pas terug bij haar huisje. Dus dan kan ze pas een foto van het paspoort sturen. Dus ik hoop dat we dan nog op tijd zijn, maar vast wel. Ik denk niet dat die datum, dat hotel en die vlucht opeens uitverkocht is in 1,5 uur. Daar ga ik niet vanuit in ieder geval. Ik heb echt een saai leven, want ik heb echt niks te vertellen. Morgen komt er een pakketje van My Jewelry binnen. Samenwerking met hun heb ik gekregen. Ze komt morgen binnen, dus dat ga ik ook even aan jullie laten zien dan. Voor de rest staat er weer niks spannends gepland deze week eigenlijk. Volgende week ga ik mijn nagels weer laten doen met Char. Want ze beginnen, zoals je kunt zien, aardig uit te groeien. En ik ga denk ik gewoon dezelfde kleur nemen. Heel veel mensen vroegen aan mij in mijn vorige week vlog welke kleur dit is. Maar dit zijn dus gel nagels, dus deze kleur heb ik zelf niet opgedaan, zeg maar. Maar de kleur van Kiko 010 is bijna identiek aan deze kleur. Ik heb die kleur ook gekocht voor de vakantie voor mijn teennagels te doen. Want ik vind dat leuk als mijn handen en tenen matchen. Want ik ga deze kleur denk ik volgende keer ook weer nemen. Er is ook een kleur van dit shirt. Die vind ik ook echt heel erg mooi. Maar ik vind deze kleur gewoon zo leuk voor de vakantie. Dus dilemma's. Maar ik denk dat ik deze kleur ga nemen. Ik ga straks dus even lekker eten maken. Nu nog niet. Ik heb geen honger nog. En filmpjes kijken. Ik ben dus weer Hollands Next Topmodel opnieuw aan het kijken. Met Fabiola. Van Temptation Island. Kapot leuk. Echt kapot leuk. Dus dan ga ik nu even verder kijken. Dat. En ik heb ook een nieuw soort mousse besteld bij de, hoe noem je die winkel? Kruidvat. En dat komt vrijdag binnen, want ik had geen zin om naar de overkant te lopen. Dus ik heb het besteld. Dus dat komt vrijdag binnen. Maar het was van Sios en het was 1 plus 1. Dus ik dacht, nou, dan bestel ik die gelijk. Maar ik wil dus gaan proberen mijn haar vaker gewoon mijn eigen krullen te doen. Nadat ik die Fabiola bij Hollands Next Topmodel had gezien, dacht ik, oh, ze heeft zulke mooie krullen. Ik wil ook weer mijn eigen krullen. Maar wat ik nu dus doe, is heel vaak met een staart slaap, waardoor het stijl opdroogt. En mijn haar gewoon zo is. Ik stel het verder niet, maar het droogt gewoon stijl op. Maar ik wil eigenlijk wat vaker mijn haar weer gewoon mijn eigen krullen doen. En dat wil ik dus met die mousse gaan proberen. En ik heb ook echt een nieuw föhn nodig. Want mijn diffuser, dat opzetstuk met die vingertjes zo, die is stuk. Die is eraf gebroken. Dus die moet ik vasthouden als ik zo ga föhnen. Dus eigenlijk moet ik ook even een nieuw bestellen. Daar heb ik ook weer veel te lui voor. Maar goed, ik ben echt weer zoveel onzin aan het praten. Als ik andere mensen hun weekvlogs kijk, denk ik altijd, oh my god, het is zo leuk. En dan kijk ik mijn eigen weekvlogs, zeg maar, als nabewerking. En dan denk ik, oh my god, je bent zo'n amateur. Dat is echt niet normaal. Ik weet niet waarom ik dat heb, maar ook iedereen zijn beeld is zo mooi licht. En misschien ook, ik heb nu mijn gordijn dicht, dus het is sowieso niet licht hier. Maar ik weet niet. Ik voel me gewoon echt een amateur. Het is donderdag. Fucking warm. En we zijn het zwembadje aan. In Sam's kamer ligt hij. En het is echt super warm. Dus we hebben het zwembadje lekker opgezet en gaan lekker daar liggen. Nieuw zich boven aan het omkleden. Maar ik heb 2 pakketjes van mijn jewelry. Dus ga ik even openmaken en even aan jullie laten zien. Ga ik dat in de zon doen? Nee, ik ga het hier doen. Bijna wat is vandaag vrijdag. Ja, het is vandaag vrijdag. En ik weet het, ik ben echt de slechtste vlogger ooit. Echt ooit. Deze week heb ik zo weinig gefilmd. Maar gisteren was het zo verschrikkelijk warm nu ook. Het is nu. Even kijken. Oh, ik ga echt dood. Het is nu pas 22:55 en het is al 28 graden. En het voelt aan als 29 en het wordt vandaag 37 graden. Ik ga niet zeuren dat het lekker weer is, want ik ben echt blij dat het lekker weer is. Maar Nederland overdrijft altijd zo gelijk. En het is zo benauwd en ik ga dood. Maar Miel en ik hadden gisteren een zwembadje in de tuin opgezet, wat je volgens mij hebt kunnen zien.
Alleen daarna wilde ik mijn pakketje van bij Jewelry laten zien. Want ik had van hun weer twee items ontvangen. Maar toen kwam nieuw beneden en die wilde niet op de vlucht. Dus toen had ik hem uitgezet. En daarna heb ik helemaal niet meer gefilmd. Dus toen besefte ik dat ik gisteren en maar 3 seconden heb gefilmd. En uiteindelijk mijn pakketje helemaal niet heb laten zien. Dus dat ga ik nu even laten zien. Ik heb natuurlijk dat reisje naar Ibiza gewonnen. En toen mocht ik wat uitzoeken ook. Ja, het was eigenlijk een beetje dubbel of zo. Want we hadden al contact voor een nieuwe samenwerking. En toen kregen we op donderdag te horen dat we hadden gewonnen. En toen op vrijdag kreeg ik een mailtje met, ja, zoek nu maar wat uit. Dus oké, dan zoek ik gelijk 2 dingetjes uit voor Ibiza. Als eerst dit badpak. Ik denk dat heel veel mensen deze wel kennen. Dit is echt een beetje de bekende badpak van My Jewelry. Met allemaal verschillende kleuren streepjes. En je hebt zeg maar 2 soorten. Dit zijn een beetje de pastelkleurtjes. Of althans rood, roze, blauw. En bij die ander heb je volgens mij wit, oranje, groen, geel en rood volgens mij. Maar ik vond deze mooier. Er zitten wel van die cups in zoals je kan zien. Maar die kan je er hier aan de bovenkant uithalen. En voor de rest gewoon een normaal badpak met een lage rug. En deze is normaal. Even kijken. Normaal kost deze dus 40 euro. En ik heb hem in een maatje XS. En ik had hem gisteren aangetrokken en hij stond echt best wel leuk. Dus deze ga ik ook sowieso meenemen naar Ibiza. Dus die. En dan heb ik nog een body gekregen. Even kijken of die goed zit. Ah, ja. Okay. Dit is hem. Het is een zwarte body. Hoe kan ik dit laten zien? Ik weet niet of je het zo goed ziet. Maar het is een zwarte body. En dan de mouwen hebben zeg maar van die roeseltjes. Ik ga het even zo laten zien hoor. Die mouwen hebben van die roeseltjes. En dan hier is het open. Dus dan heb je gewoon een mooie V-jas voor. En dan hier is die open. En voor de rest gewoon een body en hij sluit op de rug met een rits hier zo. Ik denk niet dat je dat kan zien. En open heeft hij, onder heeft hij ook van die open drukkertjes. Dus dat is helemaal leuk. En deze kost normaal, even kijken hoor. Deze kost normaal 35 euro en die heb ik ook in de maatje XS. Dus deze lijkt me ook heel erg leuk voor naar Ibiza mee te nemen met een spijkerhoekje en dan mijn Gucci ring. Het lijkt me heel erg leuk. Dus die 2 heb ik van hun gekregen. Echt super lief. En vandaag ga ik denk ik minder dan weinig doen. Ik ga denk ik gewoon helemaal niks doen. Ja, nou, ik moet wel even een pakketje op de post doen voor United Wardrobe. Dus dat ga ik wel doen. Maar dat is niet zo heel erg veel moeite. Mijn spijkerjasje. Ik had een spijkerjasje bij de Zara besteld. Maar bij de Zara laten bezorgen. Die kan ik nu dus ophalen. Maar het is veel te warm in het leven om naar de stad te gaan. Maar je hebt gelukkig 15 werkdagen de tijd om je pakketje daarop te halen. Dus ik ga het denk ik morgen maar doen of zo, na mijn werk. Of moet ik morgen werken. Oh jongens, maar wat heb ik het heet. Dat is echt niet normaal. Dus. Mijn god, het is zo warm. Jullie staan even in het keukenkastje. Want ik was heel even naar de Kruidvat gelopen. Om mijn pakketje op te halen. En ik had ook gelijk 3 deo's gehaald. Want deze waren nu 3 deo's voor maar 6 euro. Dat zijn deze van de Dove met die peergeur. En die ruikt zo lekker. Die heeft iedereen altijd. En die ruikt zo lekker. Dus die heb ik even gehaald. 3. Ik kan er ook gelijk eentje mee in mijn toilet als voor op vakantie. En ik had natuurlijk in mijn vorige week nog had ik het erover. Over een waterproof mascara. Maar iedereen had wel echt hele goede mascara's. Echt heel lief. Want ik kreeg echt heel veel reacties erop. Maar mijn tante, die stuurde mij een WhatsAppje met welke mascara zij altijd gebruikte. Eentje van Essence. En dat die heel erg fijn was. Dus ik dacht, nou, neem ik die gewoon. Ik gebruik nooit waterproof mascara, alleen op vakantie. Dus ik koop liever mascara die goed is voor 2,80 dan eentje van 20 euro die ik een week lang gebruik in de avond. Verder niet. Maar die hadden ze dus niet, die van mijn tante. Maar ik zag wel deze van Essence ook een waterproof mascara. En die zag er ook wel goed uit. Dus ik dacht, nou, neem ik die maar gewoon mee. En die was 2,60. Dus dat is geen geld. Dus dat was heel erg chill. En even dit pakketje openmaken. Want ik had natuurlijk, dat had ik al verteld, van dat mousse voor mijn haar besteld. Maar het was uiteindelijk wel goed dat ik het had besteld en niet naar de winkel was gelopen. Want ik zat net gewoon te kijken in de Kruidvat. En ik zag daar ze niet eens staan. Dus ik was eigenlijk wel blij dat ik ze had besteld en niet
naar de winkel was gegaan daarvoor. Oh, lekker dit. Oh, en ik heb een pakketje van United Wardrobe op de post gedaan. Dus dat is mooi. Zo'n grote doos. Kijk even hoe groot de doos. En dan hoe ze het erin hebben gedaan. Nou, niet normaal. Want er zit meer van dit in dan product. Maar goed. Het zijn namelijk deze twee haarmoussen. De Curl Control Mousse. Veerkrachtige krullen. Deze van Sails dus. Dus die wilde ik heel graag uitproberen. En ze waren nu 1 plus 1. Dus daarom had ik ze maar gewoon besteld. En dit is zeg maar kracht 2. Dan krijg je niet van die harde krullen. Maar gewoon mooie krullen. Dus deze ga ik binnenkort uitproberen. Of die weer. Maar ik moet eigenlijk eerst even een andere föhn. Of even een manier zien te vinden hoe ik die diffuser er goed op kan krijgen. Maar dit is weer wat gekocht. Nu ga ik echt stoppen met geld uitgeven. Maar dit was wel nodig. Dit zijn geen shirtjes die ik al genoeg heb. Dit zijn verzorgingsdingen. Dus dat mag. Oh jongens, het is zo verschrikkelijk heet. Ik heb ook alleen mijn wenkbrauw gedaan. Mascara dacht ik, ga ik niet doen. Want dan kan ik gewoon lekker mijn ogen wrijven. Gisteren stond de ijsthee in de vriezer. Dus die is nu heerlijk koud. Dus die ga ik drinken. En ik ga echt even een ijsje nemen. Want daar heb ik echt heel erg veel zin in. En lekkere dubbelliter. Gele. Oh jongens. Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. En ik ben echt in mijn zeikmodus. Oh mijn god. Maar oké, doei.